Hey, een hele goede middag allemaal. Ja, welkom bij deze nieuwe vlog. Ja, ik zou zeggen heel veel kijkplezier. Ja, ik had al een eerdere videootje opgenomen, maar die heb ik per ongeluk, verwijderd. Omdat mijn geheugenkaartje vol was, want mijn andere geheugenkaartje was ook vol, maar ik kon het niet even op mijn computer zetten. Want mijn computer was aan het updaten. Dus ik had even de andere geheugenkaartje uit mijn fotocamera hier weer in gedaan. En daar bleek nog foto's op te zitten die ik toch al niet mooi vond. Dus die heb ik eventjes verwijderd. Ja, en met het verwijderen heb ik dus mijn andere videootje die ik net om 3 uur op heb genomen. Heb ik dus per ongeluk verwijderd. Nou ja, maakt niet uit. Verhaal kort te maken. Ik zou zeggen heel veel kijkplezier. En dan zien jullie straks ons weer terug. We waren lekker aan het lopen. Nou, we zijn lekker aan het lopen. Ja, hè? Jazeker. Beetje en koud. En ik maak reclame. Ja, hele goede reclame. Zeg maar. En ik ben er blij mee. Staat hij me goed of staat hij me goed? Allebei. Hij staat me goed, hè? Ja. Kijk, dus, niet zo trekken, schatje. Anders kan ik toch niet... jou uitlaten, of wel? Zo. We zijn nu lekker aan het lopen. Even vandaag geen canicrossen, nee. Ook al is daar wel en wel het lekker weer voor. Maar mijn sportkleding die zit nu even in de was. Dus dan maar even lekker naar buiten met die handel. Ja, mijn meisje heeft er zin in, maar ze gaat even niet meer los. Nee, ik heb geen zin in nu. Nee. Maar want we gaan wel even anders lopen. Kijk, daar ging ze achteraan. Ja, want ze wou even ergens achteraan gaan rennen. Toen heb ik haar even terug geroepen. Maar ze kwam weer netjes terug. Daar ben ik heel blij mee. Ja, want ik wou er al achteraan rennen. En deze is hier al achter mij. En die gaat weer achter mij aan rennen. Nee, dat is nergens voor nodig. Nee. Maar lekker laten gaan. Ja. Kom maar, ga mee. Als Tante Vliesje kan of zo, dan, en dan gaan we hier alweer. Of weer even binnenkort even een andere bos in. Klingendaal. Ja! Ook leuk, gezellig. Ga je mee, schat? Ja! Lekker aan het lopen, hè? Even kijken hoe lang we dus alweer aan het lopen zijn. Normaal, dan doe ik dus hier al met canicrossen even een stuk sneller over. Maar nu ben ik dus op dit moment... Ja, 36 minuten aan het lopen. Of jullie dat zien? Ja, 36 minuten dus aan het lopen. Normaal doe ik hier al dus 25 minuten over. En ik zie Zwarte Piet! Zullen we even rennen, meisje? In 3, in 2, in 1. Ja, even naar Zwarte Piet toe. Vind ik leuk. Vind ik even grappig. Kom. Nee, schat. Kom. Nee. Kom. Ja. Zwarte Piet! Niet. Nou! Mag ik niet even een beetje pepernoten? Niet eens. Jammer. Nee, Zwarte Piet heeft het druk, denk ik. Ja. Ik ga even inzoomen. Kijk, mijn zus Zwarte Piet. Ja, Zwarte Piet. Ja. En toen was Zwarte Piet weer weg. Ja! Maar Zwarte Piet heeft niet voor iedereen tijd. Nee. Want die gaan dus nu eventjes naar andere kindertjes toe. Ja. En niet naar de grote kinderen. Nee, jammer genoeg niet. Want daar heeft Sinterklaas ook geen tijd voor. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Geeft helemaal niks. Nee, toch? Nee, niet echt. Hey, hallo, ja. Nou, we zijn nu net een kwartiertje weer thuis.
En we hebben 52 minuten en 30 seconden gelopen. En de afstand 3,6 kilometer. Dus dat hebben we weer goed gedaan, vind ik zelf. Nou, en mijn vlog van 9 oktober jongsleden staat online. Toen dat ik in een hel was, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, alleen ik heb nog geen bericht gehad van mijn mams. En mijn mannetje is aan het wasvouwen. Hoi! Hoi. Hoi. Dus ja, ik zeg, we doen het weer goed. En straks weer lekker ergens eten. Gratis en voor niks. Ja, gratis en voor niks. Daar doen we het weer voor. Hè. Gratis eten, toch? Ja, zeker. Kijk, dat is weer van de... Goed in beeld. Kan ik het zien? Een beetje donker? Ja, het is een beetje heel erg donker, schat. Ja, maar hallo, je hebt hier om het licht te maken, hè? Oh, ja. Ja, kom hier dan. Ik moet nog eventjes een lampje halen voor op de camera. De Husky Groep. Ja, t-shirt. Ja. Iedereen die dus een Husky heeft, of wat dan ook, en die deze vlog nu gaat zien, ga op Facebook kijken naar de, met een hoofdletter, dus de Husky Groep met een uitroepteken. En word lid! Gezellig! En dan zien we je daar weer! Nou, ik doe er weer even een beetje bakken braad erbij. Jullie zien mij niet, maar jullie zien dit. Deze heb ik er eventjes van het vuur afgehaald. Dus die moeten jullie even nou niet meerekenen. Nee. Eens even kijken wat mijn ventje allemaal gaat lusten. Vind ik grappig dit. Eigenlijk wel, enigszins. Hij lust ook volgens mij ook geen taugé. Nee. Dus dit vind ik wel erg leuk. Ja. Dan ga ik zo meteen een pan met water opzetten. Hier zit trouwens niks in, maar die zien jullie ook niet. Kijk, die is, kijk. Daar zit dus niks in, die is leeg. Alleen die mag wel weer afgewassen worden. Dat mag mijn ventje zo meteen lekker doen. Haha. Ja, alles is er nu voorzien van boter in mijn hele pan. Wil je weer naar buiten, schat? Nee? Oké, dan niet. Prima. Wat jij wil. Ja, het is heet. Dus... En hij heeft expliciet gevraagd als er maar geen champignon in zit. Nou, lieve schat, er zit nou geen champignon in. Nee. Er zitten wel hele andere dingen in. Wat je ook al hebt kunnen zien waarschijnlijk. Geen idee. Maar, ik heb een vraagje aan jullie. Ja, ik heb een vraagje. Welke vlogs vinden jullie nou... het leukste die ik ooit heb gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga gewoon even kijken door mijn hele lijst heen. Ga kijken wat jullie het leukst vinden. En zet dat eventjes hier in deze comment eronder. Misschien dat ik dan weer wat vaker van die vlogs ga maken. Ja. Kijk, en mijn meisje die is ook hier ook. Ja. Hi schat. Hi, kom je ook even meekijken. Het is een beetje donker hè schat. Ja, ik heb nog wat gehaald. Ja, dat zijn boodschappen, schat. Hey. Hey. Maar je bent een beetje zwart. Ja. Yeah. Ja, yeah, kom eens hier. Knuffie? Mag ik nog knuffel voor jou? Kom eens hier. Ja. Yeah. Ja. Wat denk je? Wat dacht je? Hey. Hey wijfie. Wat is ze dan? Kussie. Nee, niet meer? Wil je naar buiten of niet? Nee? Anders wist ze hoe dat werkt, dus ik hoef haar niet altijd te helpen. Nee. Nee, ik hoef haar helemaal nooit te helpen als ze naar buiten wil.
Nou, het water staat op. De macaroni die zit er ook al in. Want dat doe ik gelijk nadat ik het water op heb gedaan. Heb ik het erin gedaan. En daarbij heb ik nog even boodschappen gedaan. Ik heb eieren gehaald. Ik heb karnemelk. En dat is een nieuw voor mij. Karnemelk met bosvruchtensmaak. Ik heb het nog nooit gehad trouwens. Nee. En ik heb even ketchup Amanus en dan glutenvrij. Want dat is gewoon de goedkoopste. Dus ja, dus die ga ik even uitproberen. En dan hoor je het wel wanneer ik hem ga drinken. Nou, ik heb de macaroni wat hierin zat, heb ik hier weer in gedaan. Dan ga ik eventjes met warm water eroverheen. Zodat de andere smaak er vanaf gaat. Nou ja, smaak gewoon even lekker schoonspoelen. Dat doe ik weer met heet water. Kijk, ik draai hier aan, dus dat is heet. Even lekker schuddelen. Dat is heet aan mijn vingers, haas. Zo, laat ik even uitlekken. En dan doe ik de macaroni weer zometeen daarin. En dan moet ik nog zometeen saus hebben vanuit de schuur. En dan gaat de saus nog in die andere pan. Ik zeg nog niet welke, wat me ventje staat erbij. En die is heel nieuwsgierig wat we gaan eten. Ja. Maar dat krijgt hij nog even lekker niet te zien. Nee, zeker niet. Dus dat is wat nog leuk. Dus hij mag zometeen eventjes pasta saus gaan ophalen uit de skuur. En dan ga ik verder met de macaroni. Goed. Toch wel? Toch wel? Toch wel, ja. Mooi zo, goed zo. Hey, lieve en beste YouTube-kijkers van ons. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral en vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer even op ons kanaal. En een belletje aandoen, dan blijf je op de hoogte. En ook bij onze andere YouTube-collega's volgers ook gewoon doen, hè. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Laters!